was even aan de tekte langs de kant. Goedemorgen. Auw. Toen vond ik hier zo'n flesje. Maar ik weet dat er een groepje was bij ons in de Facebook die had ook zulke flesjes gevonden. En die er toen aan geroken moest gelijk naar het ziekenhuis. Echt? Ja. Wat zal erin zitten? Pis, denk ik. Nee, een soort oliebaas. Kijk, op de bodem zie ik het iets eronder blijven. Zie je dat? Wat staat er onderop? Je moet hem nu drinken, ouwe. Dat is het. Dat is oud benzine, man. Ja, voor mij ook. Ja? Ja. Waar zit de benzine in een flesje? Steek in de naar benzine. Ja. Ja. Je moest lang denken erover. Ja. Maar waarom zijn we hier alweer? Omdat jij gisteren iets heel moois gevonden hebt. Wat heb ik gevonden dan? Mesjes. En niet zomaar mesjes natuurlijk. Wacht. Ja, moet ik ze even laten zien. Kijk, ik was toevallig hier aan het magneetvissen nog even met Marco. En opeens vind ik iets heel mals. Hashtag mals. En we waren met Bartje, waar hebben we 10 meter hiervoor gestopt. Deze vond ik net met Kijk. Marco. Dat is gewoon een zakmesje. Maar... Dat is natuurlijk niet al het bijzonderste wat we hebben gevonden nog. Deze heeft godverdomme gisteren. Kijk eens wat voor dikke kletser ik hier ook eruit trek. Hier, maar dit zijn Duitse... Hoe heet het? Luffaffe namens voor mijn kapmessen. Maar het zijn Luffaffe foammessen. Hier, kijk. Die zijn heel bijzonder. Die zijn alleen door die parachutisten gebruikt. Kijk, er zit aan een nokkie. Dan kon je hem laten vallen, want er zit geen veer in. Het is een soort stiletto zonder veer. En als je dan vast zat in de bomen, kon je hem zo nog steeds naar beneden laten gaan. En dan kon je jezelf bevrijden uit de chute. Echt een man. Nou, als dit er al ligt. Wat zou er dan nog meer kunnen liggen? Ik ga ze even schoonmaken, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Hier, kijk wat ik nou zit te kijken. Voor mij is dit een vroege, want hier heb je die nageltjes. Heb je aan de zijkant. En hij is ook een stuk minder breed dan deze. En het leuke van deze is, die heb ook nog zo'n leren bandje. Heb je erom zitten. Zie je? Heel dik, man. Nee. Ja. Het is een heel flinke mes als je kijkt naar mijn hand. Nou, het is bijna net alsof ik... Jezelf vast heb. Ja. Maar dan in een mesvorm. Oef. En ik zit ook op een hele andere hoogte. Tjak! Fijn is aan het... Kijk, is het nog een magneet? We laten natuurlijk veel dingen achter, want... Hij is niet magnetisch. Maar dit doet wel. Dus we hebben een messing fietspel gevonden. Die ga ik wel houden. Of hij is messing, of hij is koper. Dus die laten we nu allemaal liggen, dat kunnen mooie dingen zijn. Nou, we moeten meer van die messen vinden. Ja, probeer het. Het kan er zomaar liggen. Wij waren een beetje ook zo... Wij waren er ook een beetje van onder de indruk van... Huh? Opeens vals je mee messen. Kijk, ik heb die mossels daarnet. Waar is ze waard ongeveer op internet? Had je dat al gezien? Ja, die gaan zo voor 750 of boven de 1000 euro per stuk. Maar dit is vermoedelijk het eerste model. Als ik het zo even gisteren goed heb gelezen op internet. En dit is dan een later model. Maar kijk, het leren lusje zit er nog wel helemaal aan, hè? Je kan al helemaal zien de stikseltjes. Nou, dat is toch, dit is toch wel een van die leukere dingen dat je kan vinden met magneetvissen. Puur toeval. Ja, de meeste mensen denken, nou het is een stom ding. Maar ja, voor de verzamelaar is het een hartstikke bijzonder item. Hier zoeken mensen altijd naar. En je weet dat ze het zeggen. Zeg je nee? Dan krijg je er twee. Toch een hoop dingen of zo met de... Ja, deze is ook niet magnetisch. Misschien het boutje. Ik denk loopwiel van een machine of zo. Van al gegaan. Wat ga je doen, Brian? Wat is nou het mooie van die AT Max? Die kan onder water. Nee, doe het niet! Nee, dat durf ik ook eigenlijk niet, hoor. Ik ga daar even de bosjes detecten, want daar is nog nooit gedetect. En gelukkig heb je een onderwater detector. Ja, dus die kan mee naar de overkant. En een skepje, die is waterdicht. Oh! En een pinpointer is waterdicht. Anders kan je niet skeppen. En jij? Ik ben ook. Nee, ik ben niet waterdicht. Ik heb Brian zegt net, ik heb hele mooie huls gevonden. Maar dit is voor mij een vliegtuig. Met de detectie hier gewoon even een pikkie. Ja. Ja, wat staat erop?
Uit 1944, heel mooi is het hoor. Ja, hij is helemaal schoon nog. Nou, ik ga gelijk verder. Ja, kijk dan. Nee, dit is van een Spitfire, Engels vliegtuig. Ja? Vaak liggen ze dan in de hele lijn, liggen ze dan, want dan heeft hij geschoten in de lucht. Nee, dat is echt super mooi, Huls. Dat is messing, toch? Ja. Dat is van die Spitfires. Kijk, zo kom je toch met je pak en een waterdichte detector toch op plekken waar je normaal niet kan komen. En dat is het toch wel bij je zoekerseigenschap. Anders doen en denken en werken dan wordt aangenomen. Dus Brian gaat in zijn wetsuit. Ik denk dat jij een van de eerste mensen die op het land gaat zoeken met een wetsuit bent. Tegen het teken. Oh, dit is van die V1 denk ik. Ja, het is zo'n raar metaal. Amai. Ja, daarom. Het is V1 raket natuurlijk, oploft hier al. Ik denk dat dit een stukje V1 is. Vet? Nog meer? Een dingetje? Er staat een J-E op. Je? Moeder. Je moeder. Het is zo'n lekker grondje hier, hoor. Oh, dit is zo'n flesje. Oh? Weer dus, eentje, zit weer wat in. Dus iemand heb hier lekkers, hoe heet het nou, zitten opeten? Theelepeltje, zeer roestvrij. Dat betekent roestvrij. Dan kan ik goed Duits, hè. Kijk, en dit rare bakje had hij ook nog. Ja, wie zal het zeggen? Nou, wel een oude TL-buis, denk ik. Ja. Wanneer is de TL-buis ontstaan? Ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik weet het niet. Ik vind het wel mooi altijd in huis als je TL-licht hebt. Vooral als je 's ochtends wakker wordt, zo ping, 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 ping. Leraren zijn toch altijd vaak kaal? Ja. Dat denken ze dat het te maken met TL-licht. Echt? Je moet alle klaslokalen altijd TL-licht hebben en dan staat er altijd de hele dag in. Dan worden ze kaal van. En juffen? Ja, van onder worden die kaal. Je krijgt dan een kale poes. Weer. Het is al een tijd geleden trouwens. Een gipsje. Dat moet wel oudjes zijn, denk ik. Schoengips. Oh, wel leuk. Wat hoor ik daar? Een marktje. Er gaat daar een soort waterzaankanten. De mythe bestaat, de waterzaankanten. Hij loopt hier gewoon. Wat was het? Dit was het van de komende plaat. Gaan jullie ook wel eens naar Kwaku Festival? Ik niet. Brian wel, kijk maar. Ik ben er al moe van. Waarvan ben je moe? Van de Kwaku Festival. Maar kom, vertellen wat we hebben gevonden. Zaad. Kijk, Brian met detector nog. Had hij deze raar steeksleutel? Ik zal veel zoomen. Kijk, had hij deze raar steeksleutel? Nou, van de machine voor de bommen. Er zit wel verf op, nog volgens mij. Toen vond hij deze malse Hispano's van de Spitfire vliegtuigen. Moet je hem zien, Brian? Dat is wel mooi geworden al, hè? 20 mm. Nou, toen hadden we natuurlijk gisteren al het malse Fallschirmjägermes, eerste model. En het Fallschirmjägermes, tweede model. Ja, ik ben benieuwd, ik ga hem schoonmaken. Kijk, leuk, dus het leren bandje zit er nog wel om. Zie je? Dan kon hij niet vallen, kon hem niet verliezen. Ja, ik weet het niet, in twee ook. Hoe kan dat dan? Ik weet niet waarvan het is aluminium. Er staat je op. Het is. Kijk, en deze had Brian net ook nog. Ja, dat is een magazijn waar de zijkant vanaf is. Er zitten hier van die lijntjes op. Het is een. Ja. Het is wel, denk ik, Duits. Kijk, op de overkant staat ook nog iets. Dat is een groot zakmes.
Of wel hele grote mondharmonica, maar... Nee, doen ze er niet aan. Want, we hadden ook al Duitse tandpasta gevonden. En Mark is Duits. Hier, Schaum, ja, Sandstein. Hij is leeg. Ja, is je op? De fietsbel. Als je fietsbel, bel, ja, dan kom ik lekker snel. Welk geluid maakt de fietsbel? Ik heb Mark alleen. Ding dong. Nee, drink, drink. Drink, drink. Ja, dat wel een beetje. Yeah. Drink, drink. Ik denk dat het is glimmers op de bodem. Het is gewoon een... Baling. Ja, een baling. Ja, ik heb wat. Maat 45. Maat, wat doe je? En wat doe jij op een warme dag? Ja, met een metaaldetector. Kijk, dat niet fijn, mensen, als de warmte metaaldetector. Je kan gewoon met dat ding van de kerk, dat kan je zo de sloot in. Iemand gaat hem winnen. Of iemand heeft hem al gewonnen, deze video komt echt uit wanneer hij al gewonnen is. Nou, dat is ook leuk. Oh, ja. Een paar dagen geleden hebben we een winnaar gekozen. Die heeft deze hele mooie Garrett AT Max gewonnen. En met pinpointen. Ja. Die onder water kan. Zegt Brian heel geïnteresseerd. Ik ben vandaag wel een beetje moe, ik kan toch? Kijk. Dat mag, het is zondag. Oh ja, nou die was ik allemaal vergeten. Kijk, Brian had natuurlijk... Het... Nee, dat is met hout. Ik gooi hem wel in de diesel, joh. Oké. Okay. Ja, wat? Het is gewoon zo'n broodzakmesje. En die daar zat hier dan een zakje en er zat gewoon een... En wat, wat ga jij hierover vertellen? Ik vind dat het lekker is alleen. Kijk eens. We gaan iets doen waar we heel goed in zijn. Eten. 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 We hebben berenapsen, Thijs. Touchers. Zie je nou bubbels? Nou ja, vond zijn wel legendarisch. Net als die van gisteren. Ik dacht dat ik er vandaag ook eentje had, maar dat was wel te klein. Ik wist niet hoe het groot was. Uit een gewoon zakmesje. Ja. Dus ik zeg, hey, dat is helemaal niet zo. Dat zijn helemaal blij. Ja. Dit zakmesje is er bijna, ja, nou. Ik wist niet dat hij zo groot was, joh. Daar ben je heel weinig mensen. Zoals ik stond even te kijken. Nou, wij gaan lekker patatje eten nu. Of knoeien met een patatje. Je zit in je baard. Wel lekker in mijn baard. Van thuis voor onderweg. Dan gaan we van de aflevering dat Jim, Mark en ik s'avonds nog even gingen... Water trappelen. Ja, we gingen ook nog even detecten. Ja. En toen zei Johannes, ik wil daar ook graag even zoeken. Even zoeken. Het is toch mooi weer. Dus we zijn weer teruggekomen. En het is hier. Het is de andere kant. Dus we gaan nu niet door het water heen. We gaan een keertje over drogen. En dan kijken of we hier nog mooie shit kunnen vinden. Shizzle. Er lag wel oorlogsspul, dus we hopen erop. John Cutts is een leeuw. Er komt een leeuw aan. Ja, er komt echt een hele grote leeuw aan. Maar ik ga hem niet laten schrikken. Kom maar, beestje. Zo, dat is een mooi, hè? Dat is een Mangoon. Net zoals een Nora thuis. Hey. Het groot beest, hè? Je bent een mooi. Je bent een mannetje, hè? Ja. Ja. Hij ruikt jouw krols uit, John. Hij loopt al heel lang buiten, kan je vertellen. Hij zit vol met klitten. Precies zoals een zwerfkat. Ja, het kan. Maar het is wel een Mangoon, gek. Is jou veel waard, hoor. Ja, hè? Ja. Je eerste vondst. Mijn eerste vondst is een Mangoon. Een mooie leeuw Mangoon. Mooi beige rood. Smok. Smok. Zeg ze ook weer. De, hoe roder de daken. Hoe natter de kelder. Hou maar met je mee. Hij ging in de auto mee. Je had sproeien tegen de auto. John begint gelijk te gillen. Ik ging weer te gillen. Ik heb eerst wat. Kijk, ik ging met tandpasta. Ja? Die was daar. Ik sla je doorheen. Kijk, zo ver ging ik met mijn vinger. Oh ja. Kijk. Heb je gewoon een dikke leeuw erop staan, maat? Zo, die is mooi, hè? Of, ja, hier, kijk, hier staat de leeuw. Ja, pak maar. Kijk hoe de leeuw erop staat. Ja. Hij is helemaal mooi staat, zoals dat ja, ringtje zit er alles nog op. Is mooi nog. Hij is gewoon, maar kijk hoe diep. 2-3 centimeter. Lekker dan. Verder gaan. Oh. Een koppelstuk. Echt? Ja. Ben je blij? Ja, het is koper. Laat zien de koppelstuk. We hebben wel echt een koppelstuk, ja. Doe in het speciale vondstenzakje. Mooi, hè, deze. Die is mooi, hè? Ik vind hem heel mooi. Ja. We gaan met John meeswiepen. Tussen de varens. Oh. Wat is dat? Een raar ding, joh. Een portemonneetje? Nee. Een raar dingetje? Ja. Ik weet niet wat dat is. Een conservenbakje? Een raar ringetje van dat hij kan sluiten. Ja. Ja. Misschien voor. Een beetje. Nee! Helemaal geel, hè? Wow! Kijk eens hier. Waar? Daar?
Nee! Ja. Wat voor eentje? Dat gaan we niet eens zien. Helaas werd hij niet mooi erop. Ah. Maar toch, het is wel weer kwartje. Het ligt er wel. Jawel, maar een kwartje. Een kwartje uit 1964. Hier lag vorige keer ook die Spanish Spitfire huls. Ja. Precies hier. Nou, wat dit is, weet ik helemaal niet. Hij voelt heel erg licht. Maar hij is helemaal bol uitgezet. Ik zie Brian lachen. Wat is dat? Slakken hangen. Huh? Nee. Ja. Kijk, ik sla nu helemaal dubbel. Een slakkenhanger. Een slakkenhanger. Raar dat je de slak. Is het maar zilver? Weet ik niet. Doen we het nog een keer langs? Hij pakt hem lekker. Zilver? Zeg van wel, maar ik kan het al benieuwd. Ja, dit is wel zilver, man. Ja, ja man, hier, kijk hoe die gaat glimmen. Ja, joh. Dit is zilver, man. Hier mag jij weer, man. Jij kent hem nog niet. Nou, toch leuk hoor. Een zilveren slakhanger, die wou Brian altijd al hebben. Hij zei altijd, als ik één ding zou... 50 was eerst mijn droomfonds en nu heb ik eindelijk mijn zilveren slakhanger. Eindelijk, dat was hashtag slakhanger. Nee. Kijk eens wat ik van Brian kreeg. Een kartonnen doosje. Met Edge of Legend. En dat laat hij wel zien hebben. Een fucking dikke buckknife. Ja, het is het allerbeste die er is. Zo, hij is echt wel scherp, ouwe. Ja, is de scherpste. Dankjewel, man. En er zit ook nog hoesje. Fucking vet. Ik zie opeens voor het natuurdocument iets. Nee, reuzenmieren, Brian. Die zijn fucking groot. Ja, die komen daar al vandaan. En die gaan die boom omhoog. Zoals een boomhut hebben of zo. Weet iemand wat dit is? Ik heb dat nog nooit gezien. Dit is het raarste ding wat ik ooit heb gezien wat uit het water kwam. Nou, de tech hebben we even opgegeven. Jim is het water in. Zo, het is het licht hier op de camera. Ja, hè? Die geeft veel meer. Hey, er komt nog een prikker aan, man. Wie is dat? Hey, Marco! Marco! Je komt elkaar gewoon tegen, want water is een... Ja, wat wil ik? Heb je? Live? Een schep. Live dik. Ja? Ja, die hadden we ook nog een pannetje zo. Oude schep hadden we ook nog gevonden. Pannetje zo, denk ik. Mag ik zeggen dat jullie er best wel sexy zijn? Ja, pannetje. Kan ik hem hier op de steel zetten? Nee. Denk je niet? Shiba. We zijn allemaal vergeten de outro te doen. Wat zeggen we altijd op het einde? Vond je dit nou een leuke video? Druk dan met je pootje hier op het like-knopje. En vind je nou geen leuke video, druk dan hier met je pootje op het dislike-knopje. En wat zeg je dan, Sheep? Vergeet volgende keer geen outro. Heb je nog wat te vertellen tegen de makreel?